Heb je een LG OLED en wil je daar het maximale uithalen? Blijf dan kijken, want ik loop alle settings met je door. Naast bestaat de LG CX, of C10, wat je wil. En dit is de nieuwste OLED van LG. En daar ga ik alle settings eventjes doorlopen, zodat je het beste beeld hebt op je consoles. Eventueel werken deze settings ook in grote lijnen op de C9 en ook zelfs nog op oudere OLED's. Het is allemaal ongeveer hetzelfde. Dus hopelijk weet je nu straks welke setting wat doet en kan je zelf je aanpassingen maken naar smaak. Om te beginnen, we gaan natuurlijk naar de settings toe. Maar voordat ik echt de normale settings inga, even naar additional settings. Het is namelijk belangrijk om hier de Ultra Deep Color aan te zetten. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je gebruik kan maken van HDR. En dat wil je natuurlijk als je zo'n vette televisie hebt. De PlayStation 5 en de Xbox hebben natuurlijk ook gewoon ondersteuning voor HDR. Dus als je daarvan wil genieten, moet je dat eventjes handmatig omzetten. In dit geval zit de PlayStation 5 op HDMI 1. Dus die heb ik net omgezet. HDR 4 die stond al op Deep Color. Dus doe dit dus, zeker als eerste, zodat je van HDR kan genieten. Dan hebben we de Instant Game Response. Dit is ook in hetzelfde minuutje. En dat betekent eigenlijk ALLM, oftewel Automatic Low Latency Mode. En dit zorgt er eigenlijk voor dat de televisie zelf switcht naar game mode, zodra jij een game opzet. En weer terug switcht op het moment dat jij iets anders kijkt. Dus bijvoorbeeld een serie of een film of wat ik van. Dus dit is gewoon een handige setting, zodat die automatisch in game mode staat. Dus dat kan je ook rustig aanzetten. AMD FreeSync heb je niet per se nodig, omdat HDMI 2.1 heeft zijn eigen FreeSync standaard en die heet VRR, Variable Refresh Rate. En je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld van Nvidia heb je G-Sync, zo hebben ze allemaal hun eigen dingetje. Maar voor de next-gen consoles heb je dit niet nodig. De Xbox die heeft al VRR en hopelijk krijgt de PlayStation 5 het binnenkort ook. Dat is het voor hier, dus dan gaan we één stapje terug en dan gaan we echt naar de Picture Mode settings. Uiteraard, we spelen games, dus we zetten hem lekker in game mode. Dit zorgt niet per se voor het allermooiste beeld, maar het zorgt er wel voor dat de vertraging het laagst is. Er is niks vervelender dan te lang te hoeven wachten op de input van wat jij doet op de controller en wat jij ziet op het scherm. Vooral in snelle games en multiplayer games bijvoorbeeld is dat heel erg vervelend. Dus zet hem lekker op game mode. Dan kan je genieten van 13 milliseconden vertraging in 60 frames. Of zelfs 6 milliseconden vertraging in 120 frames per seconde. En dat is echt heel respectabel, zeker. Die 6 milliseconden gaat echt richting hele vette PC-monitoren, dus dat is heel erg vet. De PlayStation 5 die draait in het dashboard altijd al in HDR. En de meeste nieuwe games die zijn ook HDR. En dan staat automatisch de OLED light en het contrast staat voluit. Dat hebben we nodig voor de highlights bijvoorbeeld in HDR. Echt die felle dingen. Dus laat dit ook gewoon vooral lekker staan op maximaal. In SDR games kan je hem zeker een beetje terugschroeven als je dat zou willen. En het is een beetje afhankelijk van hoe fel het is in de kamer waar je de televisie hebt staan, dus je omgeving ligt. Als je nou in een woonkamer zit die je niet zo makkelijk kan verduisteren, dan is het misschien chill om de contrast met OLED light ietsje hoger te zetten. Maar 's avonds of wel in een verduisterdere kamer kan je dit ietsje terugzetten, zodat je niet met je ogen zit te knijpen of met een zonnebril hoeft te kijken naar het scherm. Dan hebben we de brightness. De brightness die laat ik vaak staan op 50, gewoon in het midden bij OLED's. En het zorgt er eigenlijk voor dat als je te hoog gaat, dan krijg je een beetje een soort van flats beeld. Dus dan vervagen de kleuren een beetje. En vooral, en dat is natuurlijk wel heel erg jammer bij een OLED, je verliest een beetje die hele diepe zwartwaarden die juist zo vet zijn in een OLED. Dus laat die brightness lekker op 50 staan. Dan gaan we naar sharpness. En sharpness zorgt er eigenlijk voor dat de randen om objecten heen wat strakker worden. Alleen in games hebben we dat niet echt nodig en zeker niet tegenwoordig met games die in 4K draaien. Die zijn eigenlijk al heel erg strak en echt van kartelrandjes kunnen we niet echt meer spreken tegenwoordig. Maar in dit geval de sharpness die zorgt ervoor dat die kartelrandjes dus nog iets strakker worden. Maar wat er gebeurt is dat als het soort van te veel is, dan krijg je een klein beetje wat cel-shaded graphics ook hebben. Een beetje die zwarte lijn om objecten heen. Dat moet je niet echt willen in games. Dus voor films bijvoorbeeld, en dan vooral wat oudere films, dus misschien op DVD, is dit best wel interessant. Voor games zou ik hem echt gewoon lekker uitzetten, want we hebben dit niet nodig voor games. Dus sharpness op 0.
Dan gaan we naar de color. En dit is een beetje een gek ding. Dat LG zegt 55. HDR die heeft al echt een beetje die poppende kleuren. Dus waarom je die kleuren dan ook nog eens een beetje zou oversaturaten, noemen we dat. Dat is mij een beetje onduidelijk. Het lijkt mij een beetje too much. Want HDR zorgt juist al voor die hele felle kleuren. In SDR valt er dan wel weer wat voor te zeggen om dat je die kleuren weer ietsje omhoog wil tikken. Maar in HDR zou ik de color lekker op 50 laten. Het is echt meer dan kleurrijk genoeg. De tint kan je in feite ook rustig met rust laten. Dat is echt voor professionele calibrators. Daarin kan je echt gewoon de kleuren en de tinten van de kleuren onafhankelijk van elkaar aanpassen. Blijf daar lekker vanaf als je niet de juiste software daarvoor hebt en cameraatjes op je beeldscherm en enzovoort enzovoort. Dat waren de normale settings, maar we hebben nog wat advanced settings. Dynamic contrast wil je of hebben. Deze is wel interessant. Dynamic tone mapping. HGIG, on of off. En dynamic tone mapping zorgt er eigenlijk voor dat het analyseert de HDR beelden en past daar de brightness op aan. Het ding is alleen een beetje dat games die kunnen dat van zichzelf heel erg goed. En daardoor is er op de CX een extra optie dat het HGIG. En dat betekent eigenlijk dat we de tone mapping aan de console overlaten in plaats van dat we het aan de tv overlaten. En je kan bijvoorbeeld ook in de settings van de PlayStation 5 of in de Xbox kan je die HDR kan je fine-tunen. En het allerbeste werkt het als je deze dus op HDIG zet en dan in die HDR setting gaat om het te fine-tunen. Dan zorg je er namelijk voor dat jij zelf aangeeft wanneer die gaat klippen in de highlights en wanneer je detail verliest in de donkere delen. HDIG is wat dit betreft de beste optie voor games. Het is echt een dynamic tone mapping standaard voor games. Super resolution wil je uit hebben, omdat het maakt alleen maar het beeld soort van overdreven scherp. En dat hebben we niet nodig in 4K games. De color gamut wil je op auto hebben, want je wil een breder kleurenspectrum voor HDR hebben. En de white balance en color management system kan je ook lekker vanaf blijven. Dat is nogmaals voor professionele calibrators die nog veel verder willen fine-tunen. Dan hebben we nog één ding en dat is bij de picture options. Noise reduction, MPEG noise reduction en smooth gradation wil je allemaal uit hebben. Dit zorgt er allemaal voor dat het aanpassingen gaat maken aan het beeld die je eigenlijk niet wil in games. Voor films is het wel handig en dan vooral voor wat oudere opnames, dus bijvoorbeeld DVD's of dare I say it, videobanden. Dan is het wel handig, maar voor 4K signalen die wij doorsturen heb je dat echt allemaal niet nodig. En dan, deze is wel heel belangrijk, dat is het black level. En daar heb ik het ook over gehad in de PS5 settings video. Als je hem niet hebt gecheckt, klik hierboven eventjes vooral en dan kan je dat eventjes checken. Daarin leg ik uitgebreid uit wat dit betekent. Maar het komt erop neer dat je de settings in black level in je console wil laten overeenkomen met de televisie. De meeste televisie die hebben geen auto setting. En dus moet je zelf beslissen of je hem op low of high wil. En dat moet corresponderen met de setting in je console. Bij de nieuwe OLED's, dus bij deze C10, zit er wel een auto optie. De PlayStation 5 heeft ook een auto optie. Dus dan zou je ze allebei op auto kunnen laten staan. Maar als je een wat oudere OLED hebt, dan moet je hem op low zetten en in de settings van de PlayStation 5 op limited. En dat zijn zo'n beetje in grote lijnen alle settings van een LG OLED die je kan instellen voor het beste beeld in je PlayStation 5 of je nieuwe Xbox of PC zou natuurlijk ook kunnen. Mocht jij een andere LG televisie hebben, dan komen de settings ongeveer overeen, ook als je een LCD hebt. Het is redelijk vergelijkbaar met elkaar. Als je een Sony-televisie hebt of een Samsung-televisie, klik dan ook vooral hier eventjes boven of kijk in de descriptie beneden voor de filmpjes met alle settings voor die televisies. En mocht je nou echt een televisie hebben die ik nog niet heb besproken, maar waarvan je wel graag de settings zou willen zien, drop dat dan ook even in de comments. Misschien kan ik wat lospeuteren bij de fabrikant. Dat zou leuk zijn. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Hoi!